Welkom dames en heren bij deze video. In deze video ga ik het hebben over Bitcoin, Ethereum, Torchain, oftewel Rune en Solana. En als je het hebt over Ethereum zal dat ongetwijfeld gelden voor een hoop andere altcoins. Goed, first things first. Bitcoin zit rond net onder de 30k weer. Vorige video die ik, volgens mij was dat een dag of drie, vier geleden gemaakt heb. Zeg ik van oké, dikke kans dat we nog een nieuwe crash krijgen. Nou, ik denk dat dat nog steeds uiteindelijk gebeurt. En dat we ergens rond dit soort targets naartoe gaan. En dat is nog een flinke tik. Betekent dat je dus zo'n 20 tot misschien wel 30% wellicht gaat krijgen. Maar wat we nu een beetje merken, dat zou je wellicht als kijker van deze video ook wel een beetje kunnen beamen, is het feit dat er nu ontzettend veel negatieve berichten in crypto komen. Tetherfoot, Luna, dat was natuurlijk zo de depegging van Tether, oftewel dus dat hij dus niet meer gekoppeld is op de, dat hij dus niet meer vast als standaard is tot $1, hè, maar dat het dus een beetje fluctueert nu. Het laagste punt was 94 cent, dat is nu inmiddels wel weer opgekrikt, maar ja, dat lijkt in ieder geval volgens nieuwsberichten een beetje te wankelen. Men probeert in ieder geval alles aan om paniek te zaaien. Nou, waar hebben we dat ook gezien? Dat hebben we eigenlijk hier ook gezien. En dit gedeelte. Dus dat gaat eigenlijk nu een beetje weer gebeuren. Wat interessant is, is dat we hier natuurlijk een bodemvorming hebben gehad. En wat zou eigenlijk mooi zijn, is dat we eigenlijk onder deze range weer een nieuwe range maken. Om hier aan de onderkant ontzettend veel mensen eruit te stoppen om vervolgens dan te vertrekken. Dus dit zou een legit scenario kunnen zijn. En ik denk ook als we kijken naar accumulatiepatronen dat er zoiets zal gaan gebeuren. Dit is puur mijn eigen interpretatie van de charts. Dus het is geen financieel advies. Dus doe zeker altijd je eigen onderzoeken. Ik verschaf je eigenlijk alleen wat educatieve content. En ik denk dat je dit ook zo moet zien. Dus dit zou voor mij een legit scenario zijn om als soort van tijdelijke bodem / bodem. Wat ook nog eens interessant is, is dat we CME gaps hebben. Nou hecht ik daar niet al te veel waarde aan. Maar we hebben er één op 23,6 geloof ik uit mijn hoofd. Nou, dan moet ik heel even kijken. Maar dat is op, even kijken, futures. Ik had ze al getekend, dus dat zijn deze twee. We hebben deze 34,35 en we hebben dit gedeelte, die is al voor een gedeelte gevuld. En de laagste punt is zo'n 23,8. Dus ik zou verwachten dat we dat in ieder geval gaan vullen. En we hebben er ook nog eentje hier, die ligt op 19 en 18. Dus uiteindelijk zou ik verwachten dat deze wellicht ook gevuld gaat worden. Maar in principe zijn dat voor mij twee scenario's mogelijk. Dat is of we doen eerst daar naartoe en gaan daarna terug. Of we gaan direct daar naartoe en gaan daarna terug. Ik zou denken dat we, dan ga ik even terug naar waar we waren. Ik zou denken dat persoonlijk longs uitstoppen om vervolgens daarheen te gaan, om aansluitend die kant op te gaan. Dat zou mijn voorkeur hebben. Nou, welke levels kijk ernaar om in ieder geval of een long te treden of spot te enteren? Ik denk dat dit 29k zitten we nu. Dan ga ik iets inzoomen op de chart. En dan zien we eigenlijk heel simpel al een beetje, zonder bijzondere dingen op de chart te doen, is dat we eigenlijk hieronder een liquiditeitslijn hebben. Ja, dat is 28,5. Dat is in mijn beleving hetgeen waar liquiditeit ligt. Nou, dat kunnen we dan nog even bekijken met betrekking tot bijvoorbeeld Fibonacci. Levels. Nou, die ligt hier ietsje hoger. Of sorry, ietsje lager. Dus dit zou. Dan pak je dus deze liquiditeitslijn mee. Dan zie je zo rond de 28k. Net iets eronder zelfs. 27,7. En eventueel dat we hier dus. Ik zal eerst even de 382 aanzetten. En de 0,5. Want die is inmiddels vanuit deze kant in ieder geval een bounce opgekregen. Dat zie je ook.
En dus we zijn hier omhoog gegaan. Op deze wijze. Top. Bounce. En nu naar beneden. Nou, dit is in mijn beleving een ABC-correctie. En ik denk dat we die uiteindelijk ook gaan krijgen. De low. En die low ligt, de one-to-one ligt net hieronder volgens mij. Ik zal zo even kijken. En als het zou me niet verbazen dat de 0.5-lijn ergens hier ligt. Rond net onder liquiditeit. Hè. Dus dit is 28,3. Nou ga ik even kijken wat de one-to-one van deze is. Ik praat dan over... Nou, je ziet dit, 28,4. Dus dit zou voor mij een, de correctie, of in ieder geval de tussentijdse correctie hier afmaken. En dat zou je dus eigenlijk dus dit krijgen. En dus zoiets. En zoiets, one-to-one, kan natuurlijk ietsje dieper zijn. Maar dat is dus een mogelijkheid om eventueel te kijken naar, naar longs in mijn beleving. Kijk, je gaat hier natuurlijk niet meer shorten. Maar we hebben die kans is gehad. Als je dat zou willen doen, dan zou je dat of hier moeten doen of hier moeten doen. En niet hier aan de onderkant. Ja, kunnen we een flush krijgen, 100%. Maar goed, de opwaartse potentie is uiteindelijk hoger dan de neerwaartse potentie. Zeker als we hier al een bounce hebben gehad. En dus Bitcoin zou ik zeggen, oké, logisch dat dat eventueel een mogelijkheid is. Ik zie dat ik de verkeerde heb gepakt. Deze moest ik hebben. En dus deze zit hierop. Dus je ziet dat dit zou eventueel dus een level kunnen zijn. Ben ik even benieuwd hoe het zit met het volume in dit gedeelte. Value area low zitten we nu. Oké, dus als je deze range verliest, dan ga je in principe verder naar beneden. Ah, dus dit zou voor mij een logisch iets kunnen zijn om in ieder geval deze highs eruit te halen. In ieder geval richting 31, 32, misschien wel hoger. Of je hebt hier natuurlijk je 6 en 8. Maar dit zou dus prima kunnen om vervolgens dit te doen. En wellicht dan naar beneden. Ja, uiteindelijk zou ik denken dat we deze verder naar beneden gaan vervolgen. Maar dat heeft tijd nodig. Dus dat voor betreft Bitcoin. Dan verder naar Ethereum. Deze chart heeft geen liquiditeit opgehaald. Die liquiditeit liggen onder de Wix. Dus dat is eigenlijk dit gedeelte. Nou, dat hebben we dus eigenlijk niet gedaan. Dus ik zou verwachten dat we dat een keer gaan doen. En dat zou stroken met het idee van 23k naar Bitcoin. Dus dat zou betekenen dat je dus dit gaat krijgen. Om vervolgens dus daarheen te gaan. En ja, dan zien we wel verder. Dus dit zou voor mij inkoop Ethereum zijn hieronder. Onder deze lijn. Anders dan dat kan ik het niet brengen. Want hier hebben we datzelfde eigenlijk gedaan. Afwijking van de range. En dat ga je hier in mijn beleving ook doen. Ja, dus vandaar dat ik dit als buy-in heb voor spot. En ja, we kunnen eerst zeker die kant op om vervolgens te dalen. Dat is absoluut geen probleem. Het is gewoon geduld hebben. En het heeft de afgelopen periode ontzettend veel opgeleverd. En ik denk dat je de juiste momenten moet kiezen om in de markt te stappen. En sommige alt zouden wellicht kunnen uitgebodemd kunnen zijn. Maar als ik dit zie in Ether zou ik denken van zeker als we kijken naar de Binance chart op Ethereum. Heeft hij eigenlijk bij lange na dit niet gehaald. Dus ik zou verwachten dat dit zou moeten. Liquiditeit hier ophalen om dan naar boven te gaan. Dus dat zou ik denken. Dan Rune. Heb ik eigenlijk meerdere ideeën over. Van mij heb ik dat ook wel eens laten zien. Dat is een ABC-correctie. En die ABC-correctie die zou in mijn beleving op het grotere tijdsframe dus kunnen. Dus deze. En dus ergens hier naartoe. En wat we nu dus zien is zeg maar dat we dat hier eventueel ook kunnen zien. En dus zit je dus ergens hier als uiteindelijke target. Dat zijn lage targets, dat snap ik. Maar goed, we gaan het zien. Dit is dus ook mogelijk dat we dus uiteindelijk eerst nog dit doen. Voordat we, en dan zitten we dus rond de $2 naar beneden droppen, net hieronder. En we schieten we weg.
richting een 4. En dus richting $5 voor Rune. En dan tikken we bij waarschijnlijk een Black Swan event nog een klap naar beneden. Dat is zo'n 80%. Ja, dat is echt een theorie. Ik durf niet te zeggen dat we dat gaan doen. Maar dit zou goed mogelijk kunnen zijn, $2. Maar wat wel interessant is als ik alles weghaal, is dat we hier in ieder geval liquiditeit op hebben gehaald. Dus alle buy stops hiervan zijn inmiddels genomen. En we zien dat we niet hier nu hoveren. Het zou prima kunnen zijn dat dit een bodem is en we nu gaan runnen. Ik durf er eigenlijk niet aan om te zeggen dat dat zo is. Het zou goed kunnen dat we dus ietsje laag gaan richting dit gedeelte rond de $2. En wellicht dan uiteindelijk nog een stuk lager. Maar het zou goed kunnen. Vind je dit soort dingen nou, voordat ik verder ga met Sol, we hebben inmiddels een premium groep, dat is compleet gratis en dat kost je helemaal niets. Dat zijn 2 of 3 livestreams per week, trade setups, trade ideeën door communityleden geplaatst en een zeer actieve chat. Dus vind je het interessant om on-chain data te krijgen, money flow te krijgen, trade ideeën te krijgen. Ja, dan ben je van harte welkom. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is onze Telegram te joinen. Die staat in de beschrijving van deze video onder socials. En dan stuur je mij een personal message op Telegram. @CryptoDinero01. En dan nodig je uit voor groep. Kost je helemaal niets. Is compleet gratis. En we bouwen een mooie community van actieve mensen die je willen leren traden. Dus that's it. Dus heb je daar oren naar, doe dat absoluut, kost je niets, kan je alleen maar beter van worden. Dan als laatste eigenlijk Solana. Solana hebben we eigenlijk ook een, denk ik dat we redelijk klaar zijn of dicht bij een bodem in ieder geval voor Solana. Wat ik zou denken dat uiteindelijk Solana ergens... even kijken, dan moet ik wel even, ik zal even USDT kiezen op Binance. En dit was in principe mijn idee voor Solana, dat is 1, 2, 3, 4, 5. Dit kan de bodem zijn, dus ik sluit dat echt niet uit dat het de bodem is. En als hebben ontzettend veel eigenlijk al gegeven als in... downwaartse momentum. Nou, we zijn hier gebouwd op de value area high vanaf dit gedeelte. En we hebben hier eigenlijk nog een gedeelte point of control op 34. Dus het zou me niet verbazen dat we uiteindelijk hier terecht gaan komen en dan wellicht voor een ABC correctie omhoog, who knows. En dus dat zou prima kunnen. En waar die dan komt, ja, dat is nu nog niet te bepalen vooralsnog. Maar dit kan dus gebeuren dat we deze nog flushen en dat hier ergens die bodem ligt voor Solana. Als ik hem op de log scale zet, dan is het ook even interessant. Laat ik zo zeggen, heel veel mensen denken waarschijnlijk dat hier liquiditeit ligt. Ja, ongetwijfeld. Maar ik denk dat te veel mensen hierop wachten. En dat we dus eigenlijk in deze box, als de bodem al niet in is, maar in dit gedeelte gaan uitbodemen om vervolgens daarin te gaan. Nogmaals, ik geef geen financieel advies, puur mijn eigen interpretatie van de markt. Dus dit is wat ik denk, dit is wat ik doe, waar ik in ga kopen. En als dat tussentijd wijzigt, dan kan dat natuurlijk. Ik denk ook dat het persoonlijk niet verkeerd is om long term rond $50 Solana in te kopen. En dat je dat eventueel DCA hier naartoe. Maar je snapt wel dat vanaf hier naar bijvoorbeeld hier al is wel 30% daling. En tot hier zit je al bijna op 40%. Dus het is natuurlijk ook maar net wat je zelf wil. Ik laat je zien wat ik precies doe en wat ik zou doen in deze situatie. Dus that's it. Nogmaals, vind je dit soort video's nou super interessant? Laat dan even een duimpje achter of een like achter. Abonneer op dit kanaal als je het niet hebt gedaan. En check zeker die Growing Capital Premium. Kost je niets. En die wordt in principe dagelijks op de hoogte gehouden van de koers, video's, trade setups, money flow en dat soort zaken. Yes? Dan rest mij niets anders dan jullie een ontzettend goede dag te wensen. En wellicht zie ik je terug aan de andere kant binnen Telegram. Ciao.